In het parlement heeft u is nu eigenlijk een beetje uit de kaal gespeeld met betrekking tot die vernieuwingen en de manier hoe het gaat en hoe het in het veld eigenlijk verloopt. Heeft de Bond wel gesprekken gehad met de minister hierover? Of hoe gaan jullie dit traject tegemoet in het nieuwe schooljaar? U kent mijn standpunt. Ik had vanaf het begin ook al gezegd. Ik was niet tegen de vernieuwing, maar ik zeg de voorbereidingen waren zeer, zeer slecht. En we merken de vruchten vandaag. U heeft misschien de boze ouders vandaag gehoord bij inspectie. U heeft gehoord, kinderen worden her en der geplaatst. Maar ik heb gezegd, het systeem kan goed zijn. De intentie was goed, maar de voorbereiding is erg, erg slecht. En je intentie kan nog zo goed zijn, maar wanneer je voorbereiding slecht is, dan valt alles net een pakje kaart in elkaar. En dat is wat we nu zien. Ik heb ook gezegd, kinderen gratis laten overgaan. Dat kwam van mij. Er zijn geen enkel voorwaarden om over te gaan. En dat kan nooit zo zijn. Wanneer we straks iemand hebben die als arts wordt afgestudeerd hier in het ziekenhuis, dan moeten we niet hebben dat in plaats van de nieren een lever wordt gehaald. Weet u, we moeten weten wat zijn de skills, waaraan moet je voldoen wanneer je een bepaalde opleiding wil volgen. En dat allemaal moet goed vastgelegd zijn. Dus ik zeg, ik wil ook dat er geen drop-outs moeten zijn, maar niet zonder meer. Er moeten wel ergens grenzen worden gesteld, maar ook de eisen waaraan, en zeker de 21ste eeuw, de eisen die er zijn, waaraan ons onderwijs moet voldoen. Dus vanwege het feit dat de voorbereiding heel slecht is geweest, heb je dat er nu allerlei uitspattingen zijn. En ik heb laatst ook in DNA gezegd, het lijkt alsof de kinderen finaal voor de gek zijn gehouden. Want al die tijd hebben de kinderen gehoord, zij gaan over en over en over. Er worden geen repetities afgenomen, er is geen maatstaf. En plotseling worden ze onderworpen aan een toets. Dat kun je niet maken, zeker niet met kinderen. En een heleboel kinderen, hun dromen zijn kapot gegaan. Misschien wilde iemand nog arts worden, iemand wilde academisch worden. En allemaal gaan naar het beroepsonderwijs. Ik wil ook dat het beroepsonderwijs wordt gestimuleerd. Maar laten we dat gereguleerd doen. Laten we dat doen op basis van kennis, op basis van inzichten, op basis van skills. En kinderen moeten aan die eisen voldoen. Overal ter wereld is het zo. Als je medische student wil worden, dan moet je voor een aantal vakken als wis, natuurkunde, scheikunde, een aantal punten hebben. Wanneer je FTW gaat studeren, heb je punten. Wanneer iemand rechten wil gaan studeren, overal zijn er eisen. Ook wanneer je ergens solliciteert, zijn er regels waaraan je moet voldoen, eisen waaraan je moet voldoen. Het is niet zonder meer. Iemand staat op en wil vandaag de dag zeggen, ik wil bijvoorbeeld directeur worden van het ziekenhuis. Of ik wil directeur worden van een school. Dat gaat niet. Dat zijn bevoegdheden, diploma's die ten grondslag liggen. Dus ik zeg, laten we dat systeem evalueren. Ik hoop dat de minister nog met antwoord komt. We hebben een aantal vragen gesteld in DNA. We hebben nog geen antwoord van de minister gehad. De school begint al maandag. Ik hoor dat er een congres is, 6, 7 oktober. Ik ben een van de keynote sprekers en ik heb gezegd, keynote speakers. En ik zeg, ik heb een uitgesproken mening. En kijk, wanneer je een systeem wil doorvoeren, invoeren, dan is een van de belangrijke actoren die je zeker moet betrekken, zijn de uitvoerders. En de uitvoerders zijn de leerkrachten. Die zijn zo weinig betrokken geweest. En ik vraag me soms af, er is 100 miljoen er tegenaan gegooid. Het onderwijs had 36, als het niet meer is, adviseurs zijn aangetrokken op het ministerie van Onderwijs. Dus ja, een bepaalde politieke partij heeft dat heel ministerie daar eigenlijk bemand. En kijk wat het resultaat is geworden. Ik ben niet tegen mensen. Zet mensen die deskundig zijn. Toch, je kan alle directeuren bezetten. Maar laten we zeker geen grappen maken met het onderwijs. Het onderwijs vormt een fundament voor de ontwikkeling van een natie. U heeft kinderen. Wij allemaal hebben hier kinderen. En we willen het beste van onze kinderen hebben. Dus ik zeg, met onderwijs moet er niet gesold worden. We mogen van een bepaalde politieke partij zijn. Maar ik hoorde laatst dat het 36, als het niet meer is, zoveel adviseurs had het ministerie aangetrokken. Althans van een bepaalde politieke partij. Volgens mij alle hoofdbestuursleden, adviesraad, alles van die politieke partij. Alle mensen hadden zitting daar op het ministerie. Geen probleem, maar ik bedoel, als je family en friends wil accommoderen, dan doe het ook goed.
doe het ook goed, laat de mensen capabel zijn. En u weet, het onderwijs is een groot ministerie. We hebben alleen 12.500 leraren, om niet te weten hoeveel kinderen er zijn. Er zijn 600 basisscholen, gaat u een optelstommetje maken hoeveel studenten er zijn. We kunnen niet zo zullen met de toekomst van kinderen. Dus ik hoop dat de minister met een gedegen antwoord komt. Wat er gaat gebeuren met het nieuw systeem, ik zelf weet nog niet. Wat de minister gaat doen met het doorstroomsysteem. Wij hebben als BVL als een brief geschreven naar de minister om te vragen, we gaan twee issues behandelen. En één heeft te maken met de vakantieregeling. Sinds jaar en dag begint de middelbare school iets later. U allemaal hier bent misschien naar een middelbare school geweest. U weet, het heeft een bepaalde volgorde. Gewoon op een blauwe maandag staat het ministerie op en beslist dat alle vakanties samenvallen met basis en VOJ. Dat kan niet. Wij gaan dat niet accepteren. Dus we hebben dringend een gesprek aangevraagd met de minister. Om te zeggen, wij willen praten over de vakantieregeling. Maar we willen ook praten over het doorstroomsysteem. U hoort de klachten, niet alleen van leerkrachten, maar ook van ouders. U bent zelf misschien ook ouder. U wil weten, waar gaan we met de toekomst van uw kind? Dat wilt u hebben, dat wilt u weten. En ik zelf kan u geen antwoord geven op die vraag. Wij kijken ernaar uit dat het ministerie met een gedegen antwoord komt.